Majesteit, dames en heren, de jaarlijkse Veteranendag wordt soms ook benut als een gelegenheid om onderbelichte of vergeten groepen veteranen naar voren te halen. Zo deed in de tijd vicepremier Zalm dat in deze zaal met de Nederlands-Indië-veteranen. 2 jaar geleden werden de Dutchbat 3-veteranen toegesproken. En vandaag staan de KNIL-veteranen met de Molukse achtergrond op de voorgrond. Dat is mooi en terecht. Want waardering wordt wel eens te laat uitgesproken. Maar het is er nooit te laat voor. Majesteit, dames en heren. Ik sta hier vandaag voor het laatst als voorzitter van het comité. Volgend jaar zal hier mijn opvolger Jaap Smit, commissaris van de Koningin Zuid-Holland, het voorzitterschap overnemen. Het voorzitterschap was voor mij de afgelopen 11 jaar een grote, grote eer. En ik wens hem evenveel plezier toe in deze bijzondere functie. Hij zal zich net als ik gesterkt voelen door een bureau wat het feitelijke werk verricht. Veel complimenten daarvoor. We gaan zo kijken en luisteren naar een aantal bijzondere verhalen van veteranen en het thuisfront. Een mooie opmaat naar de rest van de dag. Ik wens iedereen een mooie Veteranendag 2018 toe. Dank u wel. Majesteit, veteranen, dames en heren. Graag vraag ik uw aandacht voor onze minister-president, de heer Rutte. Majesteit, ridders, militaire Willemsorde, veteranen, dames en heren. Er is een leven voor en een leven na de oorlog. Een leven voor en een leven na het conflict. De spanning, de confrontatie met geweld. De meeste Nederlanders kennen dit gevoel niet. En dat geldt ook voor mijzelf. We kunnen het ons proberen voor te stellen, maar we kunnen het niet doorvoelen. Veteranen kennen dit gevoel wel. Je hebt op het scherpst van de snede geleefd. Je hebt onder hoogspanning moeten opereren. En misschien heb je ook intense vriendschappen ontwikkeld. Het thuisfront gemist. Je af en toe verveeld. Je hebt slachtoffers van geweld gezien en geholpen. Of bent zelf in gevaar geweest. En misschien heb je kameraden verloren. Of ben je gewond geraakt. En dan kom je thuis. Het leven na de oorlog. Wat doe je dan? Hoe ga je verder? Vanochtend had ik de eer Joyce van den Waardenburg en Meshak Bakabessi te mogen ontmoeten. Ze zijn hier nu ook aanwezig en daar zitten ze. 2 veteranen met verhalen over een leven na de oorlog. Heel verschillende verhalen over heel verschillende levens. Maar alle 2 kennen zij dat gevoel. De 35-jarige Joyce van den Waardenburg is 2 keer uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan. Haar leven na de oorlog werd overschaduwd door de donkere wolken van PTSS. Het posttraumatisch stresssyndroom waar militairen soms mee kampen. Maar met haar ontmoet ik ook haar hulphond Ronne en hondentrainer Herman Pesman. Zij helpen Joyce het leven na de oorlog leefbaar te maken. En dat lukt. Joyce loopt vandaag mee met het défilé en neemt komend jaar deel aan de Invictus Games in de onderdelen zwemmen, atletiek, onder andere kogelstoten, en zitvolleybal. Dames en heren, wat een sporter. En Herman die heeft onlangs als eerste de Witte Anjerprijs mogen ontvangen voor zijn inzet voor veteranen. Hij traint de honden om een veteraan te wekken die in een nachtmerrie terechtkomt. Of om hem of haar weg te halen uit een drukke omgeving als dat stress veroorzaakt. En daarmee maakt hij een groot verschil in de levens van militairen met PTSS, zoals Joyce. Een zeer welverdiende prijs dus. Ik had ook de eer om Meshak Bakabessi, 90 jaar oud, te ontmoeten. Of in zijn geval eigenlijk 90 jaar jong. Zijn familie kwam van het dorp Wai op het Molukse eiland Ambon.
Hij verloor veel familieleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog diende hij in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En in 1951 kwam hij naar Nederland. Dames en heren, de Molukse knilveteranen zijn lange tijd onvoldoende onderdeel geweest van de veteranengroep. Zij vormden een vergeten groep die te weinig erkenning en waardering heeft gekregen. Dat is gelukkig veranderd. Meerdere Molukse knilveteranen hebben in 2017 de onderscheidingen gekregen waar ze recht op hebben. En anderen zullen die nog krijgen, als dank voor hun inzet voor Nederland. Ik ben blij dat Messa Kwakkebessie hier vandaag is. Vanwege zijn eigen verdiensten, maar ook als symbool van de belangrijke groep van knilveteranen die hij vertegenwoordigt. Vandaag eren wij alle veteranen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Veteranen die na de oorlog hun leven weer moesten oppakken. Moesten proberen om met in hun rugzak ervaringen die je nooit meer vergeet, het leven weer voor te zetten. Ook op dit moment werken Nederlandse militairen wereldwijd aan vrede en veiligheid. Ik denk daarom vandaag met groot respect aan alle mannen en vrouwen in onder meer Mali, Irak en Afghanistan. Onlangs besloot het kabinet om de missie in Afghanistan te verlengen en uit te breiden en om de missie in Mali af te bouwen. En ik besef heel goed dat dit voor ons als politici in eerste instantie besluiten op papier zijn. Maar dat die een heel directe impact hebben op levens van onze militairen. Ik heb dat het afgelopen jaar zelf van dichterbij kunnen zien. Bijvoorbeeld bij mijn bezoek aan de mannen en vrouwen in Mali in november. Wij als politici vliegen daar in en uit. Maar zij werken daar dag en nacht onder vaak moeilijke omstandigheden en ver weg van vrienden en familie. Dames en heren, wij steunen onze militairen in functie, maar we steunen hen ook zeker in het leven na de oorlog. Vandaag, op Veteranendag, sta ik daar met jullie graag bewust bij stil. Jullie hebben je leven in de waagschaal gesteld. Jullie hebben offers gebracht en jullie dragen de ervaringen voor de rest van je leven met je mee. Jullie verdienen ons grootste respect en dankbaarheid. Dank u wel.